Hi allemaal en welkom in een nieuwe video. Nou, een tijdje geleden waren ze hier de boel een beetje aan het verbouwen. Of eigenlijk een beetje aan het opnieuw verven. En dan heb ik het over mijn balkonnetjes. De deuren werden geschilderd. Het plafond werd helemaal plat gespoten en opnieuw geschilderd. En omdat dat best wel een beetje rommelig zou worden, moest ik al mijn balkonspullen naar binnen halen. En dat was eigenlijk het moment dat mijn vriend en ik dachten van, hey, laten we deze kans anders pakken om ons balkon ook meteen even een makeover te geven. Want we wonen hier nu inmiddels 3 jaar en het was wel een beetje verslonst geraakt. Ik zal je laten zien hoe mijn balkonnetje er eerst uitzag. Het was namelijk een beetje kleurrijk, een beetje rommelig. Ik noem dat altijd een beetje Berlijnachtig ruig. Maar als ik gewoon heel eerlijk ben, was het gewoon best wel een zooi. Dus we dachten, we maken er een beetje een makeover van. En terwijl we bezig waren, heb ik ook wat dingetjes gefilmd. Want het leek me ook heel erg leuk om dit met jullie te delen. De stenen op het balkon zijn best wel bruin. De vlonders zijn best wel bruin, vies en gebroken. Dus we hebben besloten om die vlonders eruit te halen. En met toestemming van onze huisbaas mochten we de vloer en ook een gedeelte van de muur verven. Dus de vloer is mooi lichtgrijs geworden. En de helft van de muren zijn nu lekker fris en wit. En ik zal je ook nog eventjes een before en after laten zien. Dan zie je dat de before wel echt super rommelig en een beetje vies eruit ziet. En de rechterkant, dat is dan gewoon de nieuwe verfriste versie. Dus ik moet zeggen, dat gaf al enorm veel effect. En ik zal je ook nog even laten weten wat een beetje ons doel was met dit balkon. We wilden hem lekker een rustige uitstraling geven met neutrale kleuren. We wilden verder niet te veel poespas. En natuurlijk wel dat het er een beetje gezellig uitziet. Daarna was het tijd voor de rest. Het bankje die we al hadden wilden we niet wegdoen, maar wel een andere kleur geven. Deze hebben we nu een beetje een neutrale, bruin, taupe-achtige kleur gegeven, zodat hij een beetje matcht met de rest. Verder hebben we eigenlijk ook nog 2 stoelen staan, maar de rugleuning die laat los. Dus we zijn op dit moment nog op zoek naar een nieuwe stoel. Voor die stoel ben ik al naar kringlopen geweest, maar daar had ik geen succes. Ook ben ik naar diverse andere winkels gegaan, maar ik ben een beetje kritisch. Ik wil eigenlijk dat die stoel niet te bulky is, omdat ons balkon zo klein is. Of we het gaan vinden, dat zie je wel of niet in deze vlog verschijnen. Het bankje die we hebben van hout, die is wel lekker houterig. Zo zit het ook gewoon. Dus kussentjes vind ik heel erg belangrijk. Ik heb al wat kussentjes liggen en ik vind het zonde om die weg te doen. Want ze zijn gewoon prima kussens. Ze zien er alleen niet meer uit omdat ze helemaal verkleurd zijn. Dus als oplossing heb ik nieuwe hoesjes gehaald. En deze heb ik bij de Action gehaald. Ik vind ze super cool. Ze zijn echt heel betaalbaar. En hebben hele mooie kleurtjes. Ik heb hier al de voorbeelden van hoe ze erin zitten. En ik vind de kleuren heel erg mooi staan. Maar ik ga ze nu even op de bank leggen om te kijken of het ook inderdaad mooi is. Ja, qua kleuren vind ik dit wel echt heel cool staan. Dit past allemaal heel erg mooi bij elkaar. En ja, het ziet er gewoon goed uit. I love it. Nu wil ik niet alleen maar nieuwe dingen kopen, misschien ook weer wat maken, want ik vind DIY gewoon wel heel erg leuk. En nu had ik een DIY ideetje in mijn hoofd die mij heel erg leuk leek voor het balkon. Oké, ik heb super veel plastic rietjes nog liggen die ik niet wil gebruiken en ook niet zomaar wil weggooien, want ik weet niet wat er dan mee gebeurt. Dus ik dacht, misschien kan ik er wel een kunstwerkje van maken. Wat ik heb gedaan is, ik heb plastic rietjes op een van deze dekseltjes geplakt. En daar heb ik nu even een kaars op gezet voor het gewicht. En dan lijkt het hier een beetje op zo'n zonnetje. Dan ga ik nu alleen nog een haakje maken. Dus ik ga een touwtje hierin naaien. Dit is een soort van rubber. Tada! Ik heb uiteindelijk een lijmpistool gebruikt. Dat is veel steviger. En dan ga ik hem nu goud spuiten. Nou, daar is hij dan, de hanger. Ik vind hem echt nog veel mooier geworden dan ik had durven verwachten. En ik heb met lijm de tekst Bath & Body Works weggehaald. En dit is de achterkant, die is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Hier zou je eventueel nog een spiegeltje in kunnen doen. Maar omdat hij buiten hangt, vol in de zon, vind ik dat niet zo handig. Dus ik hou het op de andere kant. En deze ga ik straks lekker ophangen. Nou, op mijn balkon had ik al wel wat decoraties staan die ik gewoon wil houden. Dan heb ik het over mijn dromenvanger. En natuurlijk ook de buffelschedel. Deze heb ik ook ooit bij de Action gescoord. Dat is echt een keeper. Dat is een stijl die ik gewoon heel erg leuk vind.
En deze droomhanger, die heb ik ooit zelf gemaakt. Ik denk dat, ja, als je een balkonnetje een beetje gezellig probeert te maken, is decoratie niet per se een must. Het hangt ook allemaal buiten. Het kan wat sneller achteruit gaan. Maar het kan de boel wel aankleden. Maar je moet gewoon voorzichtig zijn met dingen. Omdat, ja, ze kunnen van je balkon afwaaien. En ze kunnen stuk gaan. Ook door de regen. Daar moeten ze tegen kunnen. Maar deze items, die houden het al heel lang vol. Dus die ga ik weer ophangen. En verder had ik ook al een heel erg mooi kleed. Die lag eigenlijk op mijn andere balkon, waar ik eigenlijk niet zo vaak zit. Dus die heb ik nu verplaatst naar dit balkon bij de keuken. Die vind ik gewoon super mooi staan. Hij is speciaal voor de tuin, dus hij kan ook tegen weer en wind. En je vindt deze bij de Casa trouwens. Daar heb ik hem vorig jaar gehaald en ik zag hem nu ook nog liggen bij de winkels. Nu hebben we op dit moment nog niet echt van die warme zomerse avonden, maar later wel. En daarvoor wil ik wel wat lampjes hebben. Elk jaar heb ik lampjes, elk jaar sneuvelen ze. Dus ik ben nu op zoek gegaan naar betere lampjes. En ik ga ook wat meer oppassen waar ik ze ophang. Nou, deze lampjes heb ik uitgezocht. Ze zijn van IKEA en ik vind ze heel erg mooi, omdat ze dus een doorzichtige lightbulb hebben en zo'n mooi koord. En dit ziet er ook wel heel erg goed uit, alsof je het tegen de kou kan. Ze zijn ook speciaal voor buiten, dus I like. Ik was laatst aan het opruimen in huis en die vond ineens weer een hangmat terug van zoveel jaar geleden. Ook super chill is, ik heb een hangmat en deze heb ik gewoon hier opgehangen. En dan kan ik hier lekker in het midden gaan chillen. Dus dit bankje hierachter is echt super mooi, maar deze hangmat is eigenlijk nog veel chiller. Omdat ik dus geen tuin heb, is het balkon een beetje mijn tuin. Dus ik vind planten wel heel erg belangrijk en ook gewoon heel erg leuk. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik ga nu mijn bloembakken vullen met een aantal plantjes die ik heb gehaald. Ik vind het namelijk wel leuk om toch nog wat extra planten toe te voegen. De bloembakken die ik heb, die had ik eigenlijk al. Twee ervan zijn van de IKEA. Eén ervan is volgens mij van de Action, maar ik heb hem overgenomen van Serena. En omdat ik dus aan de keukenkant een balkonnetje heb zitten, vind ik het heel erg chill om daar kruidenplantjes in te doen. Zodat ik er lekker mee kan koken. Mocht je nog afvragen waarom ik dit binnen doe, ik was toch al van plan om te stofzuigen, omdat dit nog allemaal balkonspullen zijn waar, zoals je ziet, daar ook nog allemaal zand vanaf is gekomen. Dus vandaar. Nou, als je de plantjes overpot, is het wel handig om een pot te hebben met gaatjes onderin, zodat het water kan weglopen. Dus dat hadden wij hier al zelf erin geboord. Het is ook wel handig om iets van scherven of steentjes onderin te doen, zodat het water rustig kan weglopen, zodat de wortels niet gaan rotten. En anders dan kan je ook misschien zo'n bakje in stukjes knippen en die onderin je aarde verdelen. Tada! Helemaal klaar! Nu heb ik al best wel veel balkonplanten, maar deze beauty die heb ik ook zelf gemaakt. Vind ik heel erg leuk om gewoon buiten neer te zetten. Het is echt heel erg makkelijk om dit zelf te maken. Dit was eigenlijk gewoon een lantaarn voor een kaars. Dus deze ga ik ook neerzetten. Als het zonnetje goed schijnt, is het super lekker, maar op een gegeven moment ook wel heel erg heet als er geen windje staat. Dus ik vind een parasol best wel een must. Nu had ik ooit een balkonparasol, maar die ben ik kwijtgeraakt. Ik heb letterlijk geen idee wat daarmee is gebeurd. Dus ik moest op zoek gaan naar een nieuwe. Zo, ik ga straks even naar de IKEA voor een parasol. We hebben namelijk al gekeken bij de Praxis en degene die we daar zagen waren niet helemaal wat ik leuk vond. Maar bij IKEA hebben ze als het goed is wel een goede die kan kantelen, die licht is en een halve voet heeft. Dus let's go. Ja. Deze gaat niet passen. Nou, geloof mij maar dat er een aantal weekenden overheen zijn gegaan. Ik heb online gekeken op internet. Ik heb in bouwmarkten gekeken. En eigenlijk was keer op keer een beetje het resultaat dat er niks uitkwam. Uiteindelijk heb ik even gegoogeld en toen vond ik hem in de Lidl webshop. Ik heb hem besteld. Dus ik laat het je weten als die binnen is. Oké, de parasol is binnengekomen. Dus ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Zo. Hij is dus rechthoekig. En dan kan je hem kantelen. Die zou perfect zijn voor een balkon. Dus even kijken. Dus dit is mijn parasol. En hoe kan ik het ook nou laten zien op camera? Eigenlijk niet. En dan zo kan ik kantelen. Het balkon heeft een lik verf gehad. Nieuwe decoraties. Het ziet er echt ontzettend anders uit. Dus ik ga je de before en after laten zien.
eigenlijk veel ruimer. Ik weet niet of dat komt door dat opstaande grijze randje. Of eigenlijk gewoon waarschijnlijk doordat we er een stuk minder spullen hebben staan. Ik merk dat ik die ruimte wel heel erg fijn vind. Maar een stoel kunnen we zeker nog wel gebruiken. Naar die stoel zijn we nog steeds op zoek. Nou, ik ben heel erg benieuwd of jullie een tuin of een balkon hebben thuis. Dus laat het me even weten. Misschien kan je ook nog beschrijven hoe die stijl ervan eruit ziet. Ik vond deze makeover in ieder geval heel erg geslaagd. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Zo ja, geef deze video dan even een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!